De PSV Matchday Show wordt mede mogelijk gemaakt door Bavaria 0.0 en Toto Sport. Speel bewust 18+. Ja, leuk dat je kijkt naar de PSV Matchday Show voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Waar PSV strijdt om de eerste plek te behouden in de Pool B in de Europa League. En vandaag te gast, ja, iedereen kent hem. Hij heeft 10 jaar hier in dit Philips Stadion gekiept. Hij heeft 5 keer de landskampioen behaald. Namens PSV 65 Europa Cup wedstrijden gespeeld, waarvan 2 tegen AS Monaco. Ronald Waterreus, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, we zijn hier in de Philips Stadion. Je kent het goed, maar hangt hier al een beetje een spannende Europese sfeer? Ja, weet je wat het leuke is? Als je hier gespeeld hebt, dan heb je dit nooit gezien. Nee, dat klopt. Want je zit nou binnen op een handdoekje te wachten tot je eindelijk naar buiten mag. Ja, het verbaast me elke keer weer. Als ik ooit nog eens naar het stadion kom, dan al die drukte eromheen. Ja. Waar je als speler zelf nauwelijks iets van meekrijgt. Eigenlijk niks. Mooi even om te zien dan. Volg je het nog een beetje? Een beetje. Een beetje. Ja, we gaan meteen even naar die opstelling kijken. Dan gaan we even zien hoe goed je het volgt. Ja, ja. Nou ja, goed. Oh, ik moet het oplezen. Ja. Drommel, Mwene, Ramalho, Obispo, Max, Van Ginkel, Boskagli, Madueke, Gakbo, Gutsen en Vinicius. Ja, wat zie je? Wat valt je op? Ja, Vinicius valt me meteen op. Ja. En Obispo ook eigenlijk. Ja, hè? En dan zit ik even te zoeken. Oh, Sangaré doet niet mee. Die is geschorst, dus die doet niet mee. Dat had ik eigenlijk wel moeten meten. Ja. Dus Boskagli is opgeschoven, maakt plaats voor Obispo en Vinicius. Wat vind je ervan? Nou ja, dan krijgen we tenminste Vinicius een keer te zien. Ja, voor een... Ik ben heel benieuwd. Misschien wel voor de volle Want ik neem aan dat Sawavi op de bank zit dan. Die zit gewoon op de bank. Ja, we gaan het zien. Jij heel benieuwd. Heel benieuwd, hè? Ja. Ja, en de Sangaré is geschorst. Gaan we hem missen in deze wedstrijd? Nou ja, goed. Kijk, hij is natuurlijk wel heel vaak het kind van de rekening geweest. Ook wel een beetje terecht ooit. Dit jaar speelt hij in elk geval een heel stuk beter. En inderdaad, een aantal wedstrijden leek het toch wel heel erg of we juist hem misten. Ja. Dus ja, in de vorm waarin hij nu steekt, zullen we hem waarschijnlijk heel erg missen vanavond. Ja, ik ga eventjes meteen naar de keeperpositie. Drommel, daar is niks geks aan. Maar ik wil toch even aan jou vragen of jij even je licht wil schijnen op de keepers binnen PSV. Ja, ik bedoel, het lijkt er natuurlijk al heel erg op dat hij... Kijk, in het begin leek het alsof dat nog een strijd ging worden. Mm-hmm. Nou, dat is het eigenlijk nooit geweest. En ik bedoel, hij doet het vrij aardig. Ja. Het houdt ook nog niet echt over, moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ik spreek uit ervaring, het is ook niet echt heel makkelijk. En zeker niet als je jong bent en net komt. Dus. Kijk je dan extra op zo'n wedstrijd Drommel? Het is wel mijn vakgebied, dus ik let er wel op. Waar let je dan op precies? Nou ja, je wil gewoon kijken hoe zo'n jongen het doet. En je wil ook kijken hoe hij zich verhoudt tot de rest van het team. En vooral hoe hij zich verhoudt ook in dit soort sferen en atmosferen. Ja. Dit is natuurlijk ook voor hem nieuw. En dat, om zich staande weten te houden. Nou ja, dat doet hij zeker. Ik bedoel, ik zei net, het houdt niet over. Of nog niet over. Maar staande houdt hij zich sowieso. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat hij... Kijk, bij PSV wordt natuurlijk altijd, zeker op die plek, heel veel verwaagd. En dan liggen de maatstaven vaak, zeker voor jonge jongens, wat hoger dan die waarschijnlijk gewend is. Ja. Kijk, ik vind dat Bevogo op een heel matig begin na vorig jaar eigenlijk niet zo heel veel fout heeft gedaan. Maar het was toch niet goed genoeg. Nee, precies. En dan ben ik nu wel zo kritisch om de vraag te durven stellen, wat doet Drommel eigenlijk echt beter? Dat heb ik ook nog niet echt gezien. Maar goed, ik hoop dat hij me vanavond verrast. Nou, dat hoop ik ook. Ja, daarom. Ja, we gaan het zien. Zullen we allemaal blijven worden. Zo is het. Hey, dit is de 5e keren dat we tegen de Monegasken spelen. In 2003 speelde jij de eerste keer tegen Monaco. Wat weet je nog van die wedstrijd? Moet ik dat echt vertellen? Ja. Wat ik nog van die wedstrijd weet, is dat ik de volgende ochtend naar de voorzitter ben gegaan om te zeggen dat ik bij PSV weg wilde. Nee joh, nee, dat gaan we niet zeggen. Dat skippen we even. Ja. Nee, ja, want wat gebeurde er? Nou ja, het was mijn 10e seizoen en we begonnen weer met de hele goede moed aan de Champions League en we verloren hier. En ja, daar kraakte toen al iets, daar knakte toen al echt iets. En het gekke is dat we in die cyclus van de Champions League uiteindelijk nog 10 punten haalden en op doelsaldo niet verder kwamen. Juist. Maar dat was wel een moment waarop ik definitief besloot aan het eind van het seizoen te vertrekken. Ja.
Het is echt zo gegaan, ja, als wat ik net zei. Ik geloof je. We hebben die wedstrijd zijn we met 2-1 afgegaan hier. Inderdaad, wat je zegt, niet gehaald. Doelsaldo. Ja. Monaco haalde toen die finale. We zijn nu 18 jaar verder. Ja. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt. Of je Monaco tegen Real Sociedad en tegen Sturm Graz hebt gezien. Maar wat voor een ploeg is Monaco nu ten opzichte van toen? Nou ja, toen was het. Kijk, je zegt het zelf. Ze speelden dat jaar de finale. Het grappige is, in dat jaar wonnen ze in de halve finale van La Coruña, geloof ik, met 8-3 of zoiets. Ja, daardoor Pessoa maakte toen 5 goals. Daar heb ik later nog bij Rangers meegespeeld. Maar toen hadden ze Fernando Morientes in de spits. Die kwam van Real. Ja, toen was dat wel echt een hele goede ploeg. Ja, die hadden wij toen ook. Ja, en ik bedoel, zeker. En ik denk als je nu vooraf een beetje... Ik heb al een beetje zitten kijken hoe ze gespeeld hebben en zo. Ik denk dat het nu eigenlijk ook best wel gelijkwaardig is. Ik denk niet dat we... Kijk, Franse competitie is een hele goede competitie. Mm-hmm. En zij hebben gewoon een goede ploeg. Maar ja, dat hebben wij ook. Ja, we staan op de 10e plek. Dat wil niet per se veel zeggen. In Frankrijk 10e, dat weet je, daar krijg je wel eens ooit, weet je, Sociedad staat bovenaan, hè? Ja. In de Primera División nu. Ja. Ja, precies. Daar hebben we ook gewoon gelijk tegen gespeeld. Dat was een fantastische pot om naar te kijken. Dus ja, weet je, dit is het niveau waarop PSV op dit moment thuis hoort. Dus ja, dan kun je het ook laten zien. Ja. Het is niks mooier dan dat. En waar moeten ze dan voor waken? Waar ligt het gevaar bij Monaco? Nou ja, ik denk dat je bij... Nou, dan moet je eigenlijk misschien... Ja, tuurlijk, je moet altijd voor de sterke punten moet je altijd waken. Maar ik denk dat gewoon dat je van je eigen kracht uit moet gaan. We hebben hier tegen Sociedad bijvoorbeeld echt laten zien dat we op dat niveau echt gewoon mee kunnen. Ja. En daar moet je dan dus ook van uitgaan. Dan moet je... Kijk, wij willen heel vaak Europees altijd denken dat de tegenstander altijd beter is. Nergens voor nodig. Waar ligt dat aan dan? Hoe komt dat? Nou ja, goed, Europees... Tuurlijk hebben we ook wel incidenteel succes gehad. Europees willen we ook nog wel eens ooit heel klein denken van ja, wij komen maar in Nederland, we zijn een beetje de Calimero. Ja. Helemaal geen Calimero. Nee, helemaal niet. Gelukkig niet. Nee, ja, ik denk dat wij minstens zo goed dan Monaco zijn. En wat hoop je te zien dan vanavond? Nou ja, misschien gewoon, kijk je uit naar een speler of wat voor wedstrijd precies? Goed, ik maak er een beetje een grapje over wat Vinicius betreft, maar ik ben wel eens benieuwd hem van het begin te zien. Ja. In alle eerlijkheid heb ik dat er nu toe nog niet veel goeds van gezien. Voor de rest... Ja, hebben we iedereen wel eens gezien. Ik vind het leuk dat hij op Obispo speelt. Dat vind ik echt, voor een jongen uit eigen jeugd, echt geweldig. Ja. En het is natuurlijk altijd wel weer een feestje om met name in dit soort wedstrijden naar Gutsen te kijken. Dat blijft, ik bedoel, lust voor het oog om naar te kijken. En van Monaco zijn er spelers die opvallend vinden? Nou, wil je natuurlijk dat ik ga zeggen, ik ken ze niet allemaal. Ik ken ze zeker niet allemaal. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar is er iemand waar je juist naar uitkijkt? Of is het gewoon ik weet, ik heb wel een beetje zitten kijken. Want ik zag dat het is een Kroaat trouwens, die trainer. Maar die heeft heel lang in Duitsland gewerkt. Hij heeft een Duitse keeper aangetrokken die eigenlijk van Bayern afkomt. Daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar. Ja. En ik weet niet of Boadu speelt, maar dat is natuurlijk ook altijd leuk om te zien. Het zou leuk zijn als hij in ieder geval inkomt. Hij zit op de bank, begrijp ik. Hij is er niet helemaal meteen helaas. Hey, jij weet hoe het is, hè, in zo'n Europa League te spelen. Hoe zitten die mannen nou in de kleedkamer? Ja, dat is per individu anders. Ik zit te kijken, hoe lang hebben we nog? Ja, we hebben nog even. Ja, nee, maar ik zat te kijken, de keepers zijn misschien al buiten, maar nog niet dus. Nee. Weet je, de een zit om een handdoekje rustig voor zich uit te kijken. Ja, en dan zijn er ook bij waar je knettergek van wordt, die een half uur met een bal tegen de muur staan te trappen. Ja, dat doet iedereen anders, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Wat deed jij? Heel rustig zitten. Ja? Met een kop koffie meestal. Ja, maar even cafeïne erin. Nee, gewoon. Hoe anders is zo'n Europa-wedstrijd ten opzichte van een competitiewedstrijd? Ja, weet je, hier thuis is het eigenlijk wel altijd hetzelfde. Natuurlijk, het is lastig om te zeggen dat tegen RKC of weet ik veel, Sparta hetzelfde is dan Monaco of wat dan ook. Maar hier zit het natuurlijk altijd vol. Maar je weet het, je merkt het, je weet het gewoon. Het heeft niet zozeer... En je speelt er vaak tegen tegenstanders die je gewoon niet zo goed kent. Dat maakt het op zich ook al spannend natuurlijk. Ja. En is er nog, want je hebt hier 10 jaar gespeeld, is er nog 65 wedstrijden in de Europa League? Ja, heel veel. Echt waar? Was er nog een verschil voor ik jou? Ik denk dat er meer Champions League waren trouwens. Hè? Meer Champions League? Nou ja, Europa League geen 65, dat kan nooit. Nee, in Europa. Europa Cup. Is er een groot verschil tussen die eerste 10 wedstrijden en de laatste 10 wedstrijden? Je bedoelt Europees? Ja. Ja, Obispo die dan hier zit, of een Gutsen die dan hier zit. Ja, nu het zo zegt, mijn debuut voor PSV in Europa was tegen MIPA uit. Ja, daar zaten 300 mensen en er stonden 2 springschansen achter de goal. Ja. Ja, is even iets anders dan hier. Zeker.
Maar ja, goed, we hebben in mijn tijd ook al aardige wedstrijden gespeeld in grote stadions. Wel in, ik weet het niet helemaal zeker, we hebben volgens mij 4 keer UEFA Cup kwartfinale gespeeld. Ja, daar speel je altijd in een grote entourage. Ik bedoel, in de Kuip hebben we in Ookamp gespeeld. Ja. Lekker is dat, hè? Nou ja, het is allemaal bier van gisteren. Ja, precies. Ze zitten er gespannen. Nou goed, ik wil jullie in ieder geval even doorverwijzen naar de chat. De stellingen die ik zo meteen voorleg aan Ronald, die zijn nu vastgepind in de chat met de quoteringen voor de totopaal. Dus speel mee en speel mee. 18 plus, speel bewust. Goed, dan ga ik nu naar het PSV Matchshow 11. Van de week. Ja. Er zijn er 5 voorgangers al geweest. Ik heb hier voor jou de positie linker centrale verdediger. Je hebt de keuze uit de 5. Ja. Salcido, Faber, Moreno, Bauma en Stevens. Nou ja, Bauma en Faber hebben ook tegen AS Monaco gespeeld. Dat is wel leuk. In dezelfde wedstrijd als ik waarschijnlijk. Nou, Bauma sowieso. Bauma zelfs 2 keer. Hè? Zeker. Ja. Wie had jij het liefst voor je? Nou, je hebt ze natuurlijk niet met allemaal gespeeld, maar wie zou je het liefst voor je hebben? Stevens is nog mijn trainer geweest bij Roda. Het liefst zou ik Faber kiezen. Ja, waarom? Maar dat is de enige speler die 10 jaar lang met mij hier volgehouden heeft. Fredje heeft ook heel lang met mij gespeeld. Maar ja, Fred is een linker centrale verdediger. Ja. Ernest niet. Dus ja, dan kies ik voor Fred. Jij kiest voor Fred. Nou, dat zal hij leuk vinden. Moet ik hem er zelf ophangen? Jij mag hem er zelf ophangen, ja. Kijk. Oh, dat is altijd een heerlijke kippenvel momentje. Ja, dan gaan we naar de totopaal. Jij gaat naar de totopaal. Oh, ja, ja. Jij gaat voor een plek op de totopaal. Misschien stoot je eindelijk dan Michael van Gerwen van zijn eerste plek af. Ja. Ik heb voor jou een 3-tal stellingen. En ik geef jou €5 fictief. En aan jou de keus hoe jij dit wil verdelen. Dus je mag aan 1 stelling gewoon €5 fictief inzetten. Okay. De eerste is Mario Götze geeft een assist. Dat wordt dan verdubbeld met 4. De tweede is Gakpo scoort en PSV wint met 2-0, 2-1 of 3-1. Wordt dan verdubbeld met 10 of 3. PSV wint zonder tegendoelpunt. 3,5. Oh, stelling 1. Nou, dat hoeft niet eens uit te leggen. Ja, dat is wel een zekere keuze. Ja, waarom? Ja, die geeft altijd een assist. Oh, dus dat is heel simpel. Nou ja, en dan ga je dan meteen die €5 fictief. Ja, ik zet er alles op in. Alles op in. Want dan krijg ik er 20, dan sta ik bovenaan. Ja, je gaat voor het zeker. Ja, ik ga alleen voor de eerste plek. Voor de winst, hè? Ja. Nou, dit noteren we. Dan wordt het dus 20 als hij het goed heeft. En dan komt hij op de eerste plek te staan. Hey, we staan hier op het gras. Je ruikt het veld. Kunstgras. Je ruikt het veld. De sfeer is er. Heb je zelf een beetje zin om te voetballen? Wat heb ik? Heb je zelf nog een beetje zin om te voetballen? Nooit meer. Nee. Nou, jij gaat lekker kijken volgens mij. Maar dat moet je zo zien. Dat is gewoon een tijd van komen en gaan. En nu is de tijd van die jongens. En je moet niet vast blijven houden aan iets wat er ooit was. Dat is niet meer. Nou, die tijd is voorbij. Boudewijn zei de vorige keer, het voelt wel even lekker. Ik heb het helemaal niet meer. Jij gaat met een biertje in de hand bij Paul de Kemenade. Ook dat niet. Jij gaat gewoon met de verlenging zitten. Ja, ja. Lekker bij Paultje. Super tof. Ja. Ik wil nog even een voorspelling van je. 3-1. 3-1. Nou, dat zou... Met 2 assists van Mario Götze. Krijg dan een dubbel. Van mij wel, maar niet op tot wel. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, fijn dat je er was. Graag gedaan. Ga lekker genieten. Komt goed. Dan voor jullie ook heel erg veel plezier bij de wedstrijd tegen AS Monaco. Jullie kunnen overschakelen naar ESPN waar de wedstrijd live te zien is. Nogmaals, veel plezier en bedankt voor het kijken. Dankjewel. Graag gedaan.